De Nederlandse ambassade heeft gisteren een persbijeenkomst georganiseerd over de derde twinningsfaciliteit Nederland-Suriname. Na een korte inleiding van de tijdelijk zaakgelastigde Jaap Frederiks, kregen de uitvoerders de gelegenheid de pers te informeren over de inhoud en de doelstelling van hun projecten. De projectcoördinator van de uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland, UTSN, Usha Schalkwijk-Durga, wees erop dat sinds de introductie van de Twinningfaciliteit in 2008 er 784 projecten zijn ingediend. Het bedrag dat met deze projecten gemoeid gaat is 106 miljoen euro. Dit toont volgens haar aan dat het maatschappelijk middenveld actief betrokken is bij de ontwikkeling van Suriname. We zijn in staat 784 projecten te produceren. Daarvan zijn 176 projecten goedgekeurd voor een bedrag van 21,5 miljoen. Duurzaam. Waren onze projecten duurzaam? Ook dat is geëvalueerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij 2001 was 47% van de projecten duurzaam. Je moet begrijpen, het was een pilot, het was nieuw. Voor Nederland, voor Suriname, voor Berenschot, voor Nikos, we kenden elkaar niet. En we hebben heel hard gewerkt. Bij 2002 was dat gestegen naar 69%. Dat is een heel hoge score voor in de projectenwereld een duurzaamheid van 69%. Schalkwijk zegt verder dat de projecten ook na afronding worden voortgezet. Na de inleiding van de projectcoördinator van UTSN presenteerden de uitvoerders hun projecten. We brengen nu een fragment van de presentaties. Net zoals het net gezegd is, Twinning kwam weer langs. En hebben we het ook even gestopt bij ons en hebben wij een tweede project ingediend en het gaat om de opstart van een mbo hotelschool. Ter uw informatie, wij hebben een aantal jaar geleden onderzoek gedaan binnen het toerisme gebeuren en uit onderzoek bleek dat bijkans 80% van de werkers binnen het toerisme geen formele vakinhoudelijke opleiding hebben gevolgd. Redenen meer dan genoeg voor ons om te focussen op die toerismeopleidingen. Ons project heet Spelen met Democratie. En onze twinningspartner is ProDemos. ProDemos is een Nederlandse organisatie. Ze heette ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. En uit alles wat we doen blijkt keer op keer dat er in dit land een groot gebrek is aan democratische cultuur. Die dwars door die samenleving heen loopt. Als je vindt dat ik jok, mag je het zeggen. Dit uit zich in een gebrek aan competenties. Om bijvoorbeeld, ik noem een paar voorbeelden, om op volwassen en vreedzame wijze met conflicten om te kunnen gaan. Om inhoudelijk debatten te kunnen voeren, om kritisch te kunnen denken. Tegelijkertijd blijkt ook uit ons onderzoek, eeuwige onderzoek, dat er een grote kloof is tussen wat jongeren en kinderen wensen, dat bazen doen of dat politieke leiders doen, en wat zij zelf zouden doen als ze in diezelfde positie zouden zijn. Het idee van blended learning in natuurkunde, middelscholen Suriname, is ontstaan uit het vorige twinningsproject die we ook samen met Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht gedaan hebben. Dat project was NINAS, Nieuwe Natuurkunde in Suriname. Voor zover het bekend is in Suriname, denk ik dat we met natuurkunde een groot probleem hebben. We hebben heel weinig kader en we zijn dus heel blij dat we met partners uit Nederland zouden kunnen samenwerken. Dat waren drie van de zeven uitvoerders die hun projecten hebben gepresenteerd. De zeven projecten zijn gericht op de sector onderwijs en opleiding. De persbijeenkomst is gehouden op de residentie van de Nederlandse tijdelijke zaakgelastigde Jaap Frederiks.